Vandaag ga ik op bezoek bij Amalia. En met haar ga ik een traditioneel Portugese soep maken. De caldo verde, met chorizo en aardappel-rozemarijnbrood. Ingrediënt principaal is couve. Há várias qualidades e esta é mais indicada para o caldo verde. Ik maak caldo verde samen met Amalia. Focaccia als basis voor aardappel, rozemarijnbrood, rijkelijk afwerken en bakken. Ik heb ui en look fijn gehakt. We gaan dat samen aanbakken met chorizo. Het goede nieuws is, die bouillon gaat nu een beetje inkoken. Bovenop komen krokante aardappeldobbelsteentjes. Die zijn lichtjes voorgegaard, dus dat is makkelijk. En serveren met een flink stuk aardappel, rozemarijnbrood natuurlijk. Je vindt het recept op avico.nl.